Eh, Wien. Ja, als ik de naam al noem, moet ik al lachen, want dat doe jij ook meestal. Een hele vriendelijke uitstraling, opgewekt, levenslustig, spontaan. En je bent ook een echte doorzetter. Dat vind ik wel heel leuk. Soms denk je, nou, misschien iemand die al heel vriendelijk is en alleen maar lacht, dat oppervlakkig is, maar dat is niet zo. Als iets moeilijk is, dan laat jij het er niet bij zitten, want je zet door, je wilt zorgen dat het klaar komt. Ja, je hebt wel een beetje pech gehad. In het begin van het jaar kreeg je op een gegeven moment een klap van een hockeystick. Daardoor liep je wat achterstand op en het was natuurlijk net voor een toetsweek. Dus je hebt nog geprobeerd om dat wel te doen, maar ja, dat lukte niet helemaal. Dus na die tijd moest je nog wat inhalen. En toch deed je dat. Op een gegeven moment, ja, toen wist je even niet meer hoe het moest. Nou, toen zijn we samen gaan zitten en zeg je, nou, wanneer doe je dat? Welke leraar kan daar werk voor opgeven? En dan heb je keurig afgerond. Jij bent ook tutor geweest voor Engels. Ook heel mooi. En jij vindt eigenlijk dat je heel veel moet kunnen. En als dat niet lukt, dan vind je dat eigenlijk ook een beetje lastig. Maar wat je nou wel kunt, dan wil je dan ook heel goed. Een beetje perfectionistisch ben je ook wel weer volgens mij. Zelfvertrouwen, dat is niet je allersterkste kant. En keuzes maken, nou, niet alleen voor jezelf moeilijk, maar anderen die vinden, die krijgen daar ook heel veel moeite mee. Dan zeg je tegen mij, nou, zegt u nu maar wat ik moet kiezen. Nou, dat is een mooie oplossing. Dus daar zijn we niet aan begonnen. Alleen al de keuze voor het profielwerkstuk was een drama. Maar het ging heel goed. Het ging heel goed. Je hebt een keuze gemaakt. Wat is de invloed van de sociale media op jongeren? Nou, met een hele mooie titel. Toen was gelijk heel gewoon. Ja, dat vond ik heel leuk bedacht. Die zal ik ook even laten zien natuurlijk, anders krijg ik weer scheve gezichten. Kijk, het ziet er heel keurig uit. Alsof jullie afgesproken hebben dat je gewoon de kleur blauw zou gebruiken. Want dat deed Ellen ook al. En straks Johannes ook nog. Goed, jouw conclusie, de invloed op de schoolprestaties valt best mee. Maar de sociale media hebben wel veel invloed op de concentratie. En dan geef je ook nog een aantal adviezen aan jongeren hoe om te gaan met sociale media. Nou, het was leuk om te lezen, het was ook leuk om je te begeleiden. Soms heb je wel eens contact met leerlingen en dan zeg je, nou oké, over 3 weken spreken we elkaar weer. Volgens mij heb ik jou vaker gesproken en ik denk dat jij een van de leerlingen bent die mij het meest gemaild heeft. Dat valt wel mee. Maar jij wilde graag weten waar je aan toe was en welke afspraken maakte, er moest duidelijkheid zijn. Nou, over de uitslag van het examen was je niet heel erg zeker, want je kwam uit de examenzaal en daar ging ik helemaal verprutst. Ja, eigenlijk wist je wel zeker dat je niet geslaagd zou zijn, dat dan weer wel. Maar je had een hele mooie lijst. 2 6's en de rest allemaal 7's. En straks de rug, rechten, kijk, weer 1 goed. Kom verder, je mag tekenen. Ja. Ja, toch leuk. En dan nog even de vervolgstudie. Laten we even dit.